De bouwwerken lagen opeens leeg en verlaten. Het werk stond stil. Zoals elk jaar om deze tijd lieten de bouwvakkers de stijgers en trokken met de grote massa mee op vakantie. De jeugd dacht van de autostroom te kunnen profiteren, maar de vakantiegangers hadden meestal al moeite genoeg met zichzelf. Het verkeersplein Oude Rijn was weer het knooppunt, maar het kwam bijna niet voor dat hier de boel in de knoop raakte. Het was nu ook weer niet zo dat je lekker vaart kon zetten, maar met die zware bepakking was dat ook niet aan te raden. Bij al het gebrom was het een verademing de mensen ook eens zelf te zien werken om vooruit te komen. En geef ze maar eens ongelijk. Je mag dan iets minder hard opschieten, maar je ziet nog eens wat. De drukkende hittegolf sleepte duizenden naar het zwembad om verkoeling te zoeken. Maar op sommige plaatsen was het zo druk dat bij toerbeurt en onder strenge discipline te water moest worden gegaan. Die van kamperen houdt had vooral in de badplaatsen niet te klagen over gebrek aan gezelschap. De meesten zochten dan ook het strand op om stoom af te blazen van een jaar hard werken. Het zij hun gegund. Laat nu de zon maar schijnen.